Voel je jezelf een feestvarken nu? Een feestkomkommer. Oké, ja, nou ja, inderdaad. Ja, dit is precies het midden. Dat is de meest competente, dat is het beste. Als je op de foto moet, zorg dat je in het midden staat. Mensen denken dat jij bent. Ik voel gewoon wat de bedrijven voelen. Dat zit in me. Ik heb zelf ook bedrijven geleid. En ik kan, als je dan plotseling je continuïteit in gevaar ziet komen, dan ga je vechten voor je bedrijf. Deze ambassadeurs helpen ook echt aan je imago en aan je uitstraling. En ik zou zeggen, Rob, ga zo door. We staan hier als groentenfruithuis toch met een zekere trots. Vervolgens gaan wij afscheid nemen van Mr. Groente en Fruit, Gert Mulder.